Melanie, daar speelde ik de biologische vader van... De potentiële. De potentiële, ja, het is juist. Ja. Zij is op zoek naar haar donorvader, Melanie. Ah, maar wacht eens. Hoe is dat dan nu weer? Ik kende Jacinta, die heeft kostuums gedaan voor een andere kortfilm. En zo ben ik haar, heb ik die ontmoet. En die zei van, ja, ik heb iets geschreven, je moet dat eens lezen. Ja, zeker vanuit haar persoonlijke betrokkenheid met dat thema. Dat is ook komt rechtstreeks uit haar hart, hè. Heel die kortfilm. En ben ik heel blij dat naar waarde geschat wordt. Ik denk dat mensen ook voelen dat dat gelinkt is. Dat dat van diep komt. Ja, je maakt nu kans om mee te dingen naar een Oscar. Nee. Hij is Oscar qualified. Dat meen je niet. Dus dat is nog een lijst, hè? Ja. Dus er zijn nog kortfilms. Wat is dat dan? Oscar qualified, en dan longlist en dan shortlist? Ja. Heb je speech al klaar? Nee, ja, ik heb altijd mijn speech klaar voor eender wat voor prijs. Dat hangt zo allemaal op dingetjes thuis, op van die post-itjes. Doe eens. Ik wens in de eerste plaats... Het Engels, hè? Ah ja. Ik ga dat niet doen. Nee, ik wil niet beginnen. Een omgekeerd Nederlands zal ik het doen. Ah, ja. Mijn speech. Ja. En u Leo, dankjewel. Cinevox.